Hallo beautiful ladies, dankjewel dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Enterprise Me TV. En in deze aflevering ga ik dan eindelijk alle burn-out vragen beantwoorden die jullie mij eerder in januari hebben gesteld. Ik ga de vragen in meerdere video's beantwoorden, dus in een aantal delen, omdat er best wel wat vragen waren en ik ook overal gewoon uitgebreid antwoord op wil geven. Laten we snel beginnen. Wat is een burn-out? Voor een officiële beschrijving van een burn-out kun je de link hier onder deze video checken. In mijn eigen woorden is een burn-out het structureel overbelasten van je lichaam met werk, zodat je lichaam de complete stekker uittrekt. Je bent dan zo moe en uitgeput dat je zelfs de meest simpele dingen niet meer kan. Hoe heeft de burn-out zich ontwikkeld? Het heeft bij mij ruim een jaar geduurd voordat ik echt niet meer kon en ik zal zo even uitleggen hoe dat voor mij voelde. Het begon met het vertrek van een collega waar ik al 5 jaar heel intensief mee samenwerkte. Het was voor mij onbewust een heel groot verlies, omdat ik heel erg goed met haar kon sparren, maar ook nog eens heel veel projecten samen met haar deed. En toen zij wegging, nam ik haar werk over, terwijl zij 2 jaar meer ervaring had dan ik. Mijn team werd uitgebreid van 1 naar 3 personen en ik kreeg een droomproject waar ik echt al 5 jaar op zat te wachten. Dat waren natuurlijk allemaal droomkansen die ik echt niet wilde laten schieten, maar het kostte allemaal heel veel energie. En daarnaast had ik ook nog eens een klant waar ik niet helemaal mee boterde. Naast al deze dingen was het ook nog eens ontzettend druk op mijn werk. En die periodes heb je nou eenmaal wel eens. Maar na een paar maanden van dit alles bij elkaar voelde ik al dat ik tegen mijn grenzen aanliep. Doordat ik elke ochtend druk op mijn borst voelde als ik opstond. Het was echter geen optie om te stoppen. Het eindpunt van mijn droomproject lag om de hoek. En het was gewoon even niet anders. Ik moest gewoon even door. Na afloop was ik helemaal op, maar ik dacht dat komt vast wel goed. Want ik had een week vakantie in de Caribbean gepland. En de 2 maanden die hierop volgden heb ik het ook heel rustig aangedaan op mijn werk. Dat kon ook prima. En ik dacht echt dat het daarna beter ging. Met de komst van een nieuwe klant werd ik weer helemaal enthousiast. En had ik weer vol energie om er weer tegenaan te gaan. Maar ik liep eigenlijk tegen hetzelfde probleem aan. Want ik was toch niet eigenlijk helemaal uitgerust. En ik miste nog steeds mijn partner in crime. Waardoor je eigenlijk bepaalde problemen die je daarvoor al tegenkwam en je heel veel energie kostte, die kom je opnieuw tegen, maar dit keer met veel minder energie. Februari 2014 was dan ook de eerste keer dat ik een breakdown kreeg. Ik was helemaal in tranen op mijn werk en werd naar huis gestuurd. Daarna werd ik ook gekoppeld aan een coach om uit te vinden wat nou het echte probleem was. Ik werkte namelijk al 6 jaar bij hetzelfde bedrijf, dus al deze dingen had ik al los van elkaar meegemaakt. Maar wat ik me toen niet realiseerde is dat ik ze nooit zo gesandwiched bij elkaar had meegemaakt. Hierna deed ik het een paar maanden rustig aan op mijn werk. En er werd ook echt rekening met me gehouden. Ik keek zo erg uit naar mijn vakanties die ik in mei, juni gepland had. Jamaica was echt mijn horizon waar ik naartoe leefde. Op dit punt had ik op mijn werk ook al aangekaart dat ik over een sabbatical wilde praten. Omdat ik toch al een aantal jaar werkte. En eigenlijk ook een hele grote reis weer wilde maken. Maar we vonden ook allebei dat eerst alles op de rails moest zijn. En dan pas gingen we daar echt goed over praten. Al mijn hoop ter spijt toen ik in Jamaica was, kon ik gewoon niet tot rust komen. Dat duurde gewoon echt lang en ik stond gewoon helemaal stijf van de stress op de een of andere manier. Pas ik denk 2 dagen voordat we teruggingen, merkte ik dat ik in een soort van relaxed flow begon te komen. Maar toen moest ik natuurlijk weer door. En dat was echt heel gek om mee te maken. Want toen ik terugkwam, raasde alles aan me voorbij. Ik kon dingen gewoon niet in me opnemen. Het was echt heel, het is heel raar om uit te leggen, maar misschien een soort matrixgevoel of zo. Je ervaart alles heel langzaam, terwijl het eigenlijk heel snel gaat en je moet daar eigenlijk op reageren, maar je kan niet, want je bent heel langzaam dingen aan het verwerken. Ik moest ook nog een aantal projecten onverwachts opvangen en ineens knapte er gewoon iets in mij. Ik kon gewoon niet. Ik had de hele avond weer voor de zoveelste keer loop janken op de bank en ik dacht, ik kan gewoon niet meer. Ik moest een plan maken, maar ik dacht, ik weet niet hoe ik die letters moet typen. Het voelde voor mij gewoon alsof je me vroeg om 100 kilo op te tillen. Dat was echt een heel raar gevoel. Gelukkig reageerden ze op mijn werk heel erg goed. Het is geen onbekende ziekte in mijn werkveld. Communicatieadviseur of PR-adviseur staat in de VS in de top 10 van de meest stressvolle beroepen. Naast militairen en politie en brandweermannen. Ik ben 2 dagen naar huis gegaan en daarna officieel met burn-out naar huis gestuurd. Dit zijn even de details, maar zoals je ziet is het een behoorlijk glijdende schaal waarbij dingen zich opstapelen. Van het moment dat ik het voor het eerst echt serieus druk kreeg. Tot aan het moment dat ik uitviel. Dat heeft echt gewoon een jaar en een maand bij elkaar geduurd. Het is heel gek, want je ziet het constant een beetje zo afbrokkelen. En ineens word je gewoon overvallen met hoe groot de pijnhoop is. En dat je gewoon echt niet meer weet hoe je het moet oplossen. Hoe voelt het? Ik beschrijf nu heel even hoe het voor mij voelde. Maar dat is per persoon anders. Ik heb van een aantal van jullie ook begrepen dat jullie ook er hiermee te maken hebben gehad. Dus
Mocht jij het anders hebben ervaren, laat het dan zeker weten in de comments hoe het voor jou voelde. Nou, het begint met stap 1. Je staat 's ochtends op en wil eigenlijk alleen maar huilen en terug naar bed omdat je zo moe bent. 2. Als je doorgaat, gaat dat gevoel van huilen, dat verdwijnt een beetje naar de achtergrond. Maar dan voel je dus een druk op je borst, alsof iemand de hele dag zo loopt te drukken en je niet echt heel goed kan ademen. 3. Nog een stapje verder is elke ochtend janken bij je ontbijt, omdat je gewoon zo moe bent en eigenlijk echt alleen maar naar bed toe wilt. Je kan je mails niet snel beantwoorden, plannen uitwerken duurt veel langer dan wat je normaal gewend bent. Als een collega een vraag stelt, moet je vaak 2 of 3 keer vragen of ze de vraag herhalen, omdat het niet echt helemaal tot je doordringt en je moeite hebt met concentreren. Stap 4. Je bent dus niet alleen 's ochtends aan het huilen, maar je bent dus ook 's avonds aan het huilen als je van je werk terugkomt. Je bent supersnel afgeleid, zeer, zeer prikkelbaar en concentreren is bijna onmogelijk. En stap 5. Op het laatst voelde het voor mij alsof ik 100 kilo moest optillen als je me vroeg om een e-mail te schrijven. Concentreren was bijna onmogelijk. Mijn geheugen was echt een zeef. Ik onthield helemaal niks. Dit is het moment waarop ik echt niet meer kon. Mijn burn-out was puur mentaal. Mijn privéleven was op dat moment gewoon echt perfect. Mijn relatie was goed. De relatie met mijn ouders, mijn familie, vrienden, vriendinnen, alles klopte gewoon. Mijn lichaam was in topconditie omdat ik gewoon zo goed voor mezelf zorgde na dat hele Victoria's Secret verhaal. Mijn psycholoog gaf ook echt aan dat dit eigenlijk de reden was waarom ik het zo lang heb kunnen volhouden. Omdat ik, ja, wat dat betreft in een hele goede plek wat betreft privéleven en conditie was. Welke andere factoren speelden mee die bijdroegen aan je burn-out? Ik snap deze vraag, want meestal is er privé ook iets aan de hand als je een burn-out krijgt. Maar bij mij was er echt niks aan de hand. Ik heb me gewoon echt te pletten gewerkt. Wat was jouw drive om zo hard te werken dat het te veel werd? Ik denk tweezijdig. Vanuit mijn familie heb ik echt een bikkele werkmentaliteit meegekregen. Aan de kant van mijn vader zijn het allemaal boeren. Nou ja, boeren werken gewoon ontzettend hard. Aan de kant van mijn moeder zijn het allemaal gigastrebers die in de televisie hebben gewerkt en in de politiek. Als je dus niet werkt totdat je erbij neervalt, doe je niet genoeg je best. En dan komt er nog een tweede factor bij. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, heb ik heel erg de neiging om de grenzen om te zoeken van wat ik kan. En natuurlijk is dat soms heel goed, want ik ben absoluut niet bang om nieuwe dingen uit te proberen en boven mijn huidige kunnen uit te stijgen. Maar het resulteert natuurlijk ook in waanzinschema's. Dit is niet de eerste keer dat ik tegen mijn grenzen aanliep hoor. Tijdens mijn studententijd deed ik 2 bijbaantjes, 2 studies tegelijkertijd, waarvan ik eentje de scriptie aan het schrijven was. Ik had echt een rotrelatie en ik ging elk weekend uit. Dat was de eerste keer dat ik elke ochtend jankend wakker werd en heel erg hoofdpijn had van de stress die dit allemaal met zich meebracht. Ik denk dat de conclusie is dat ik gewoon heel erg van hard werken hou en soms iets te nieuwsgierig ben naar wat ik allemaal kan en hoeveel ik allemaal kan, waardoor ik mijn eigen grenzen negeer. Ben je een stressgevoelig of stressbestendig persoon? Ik heb 6 jaar lang gewerkt voor de grootste merken in de wereld op zeer uitdagende onderwerpen en met de meest kritische journalisten die je maar kan bedenken. Ik zou zeggen dat ik stressbestendig ben, anders hou je dat niet zo lang vol. Wat voor werk deed je? Hoe was de bedrijfscultuur? Ik was communicatieconsultant bij een van de meest prominente communicatiebureaus in de wereld. De bedrijfscultuur was precies iets waar ik me thuis voelde en waardoor ik het 6 jaar heb volgehouden. Het was snel, we streefde altijd naar heel intelligent werk. Heel hard werken was er altijd wel bij. En het was een super collegiaal bedrijf waarmee we, ja, wanneer de gelegenheid daarvoor was, ook echt heel veel lol met elkaar hadden. Zoals je merkt heb ik nog echt heel veel liefde voor mijn voormalig werkgever. Niet voor niks heb ik daar 6 jaar gewerkt, terwijl ik me eigenlijk heel snel verveel. Ik hoop dat ik hiermee voldoende antwoord heb gegeven op deze vragen. Dit was deel 1 van de burn-out serie. Ik heb het even opgeknipt in 2 delen. Als je al geabonneerd bent, dan krijg je die natuurlijk volgende week automatisch binnen. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan nu, want dan krijg je die video ook automatisch binnen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week.